De tempelfeer die wordt gehouden in verband met het Chinees nieuwjaar vindt dit jaar plaats op 28 en 29 januari. De tempelfeer is een bazaar waarbij de Chinese gemeenschap teruggeeft aan de Surinaamse gemeenschap. Dit is vanmorgen bekendgemaakt tijdens een persconferentie op de Chinese ambassade in verband met de activiteiten rond Chinees nieuwjaar op 28 januari. Een van de grootste activiteiten daarbij is de tempelfeer. Deze bazaar wordt dit jaar voor de derde keer gehouden op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Speciaal hiervoor komt er een delegatie van kunstenaars uit Beijing, China. Zij brengen dans, geven acrobaatvoorstellingen en doen operaopvoeringen. De Chinese ambassadeur Yang Shigang zegt dat Chinees nieuwjaar niet alleen een feest is van de Chinezen, maar van de totale Surinaamse gemeenschap. Dat het Chinees nieuwjaar sinds 2014 een nationale vrijdag is, wordt daarom enorm gewaardeerd, zegt hij. De Chinese ambassade zet zich altijd in voor het bevorderen van de vriendschap, het verdiepen van de pragmatische samenwerking en het verstevigen van de culturele en interpersoonlijke ontwisselingen tussen China en Suriname. Zo'n besluit van de Surinaamse regering wordt zeer gewaardeerd door onze ambassade. Wij ondersteunen de Chinese gemeenschap volledig om met het vieren van het Chinees nieuwjaar de bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving van Suriname en aan de China-Surinaamse culturele ontwisselingen. De ambassadeur van China in ons land, Yang Shigang. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie op de Chinese ambassade in verband met de activiteiten rond de viering van Chinees nieuwjaar. Een van de activiteiten, de tempelfeer, wordt gefinancierd door de Southern Commercial Bank, UnionPay International en de Chinese ambassade. De aanvang is op 28 januari om 6 uur 's avonds met een optocht van 12 verschillende culturele groepen.